Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En dit is niet zomaar een video, maar dit vind ik een hele leuke video. Dus sorry alvast, dit shot gaat waarschijnlijk een beetje schokken omdat ik af en toe handgebaren aan het maken ben. Maar oh, ik ben zo heel erg blij. Op dit moment ben ik op vakantie en jullie hebben het waarschijnlijk aan de titel gezien. Maar ik ben net gebeld door het KNGF. Ze hebben een hond voor me en ik ben echt heel erg blij. Ik ben op vakantie in Spanje en ik zat met mijn zusje en mijn vader in het zwembad. En mijn moeder was nog bij ons huisje. En op dat moment stond ze op het balkon met de telefoon. En toen riep ze, het KNGF belt. Dus wij allemaal het zwembad uit. En mijn moeder naar het zwembad toe rennen. En daar hebben we een heel fijn gesprek gehad met iemand van het KNGF. Voor de mensen die dat niet weten, KNGF, dat is een school voor blinde geleidehonden. En oh, ik krijg een geleidehond. Dus ik dacht, ik moet het eigenlijk gewoon gelijk opnemen. En ik ben zo erg blij. Ze hebben een match, of ze denken een match te hebben. Vandaag is het 18 juli. Dus ik zal ook gewoon elke dag als ik film benoemen welke dag het is. En ja, ik probeer zoveel mogelijk het proces vast te leggen. 29 juli ga ik mijn hond zien. Dat is de dag nadat we terug zijn van vakantie. Dan ga ik mijn hond voor het eerst zien. En als we dan een match zijn, dan kan ik 15 augustus beginnen met trainen. En ik ga proberen om jullie zoveel mogelijk mee te nemen in het proces. En ja, om alles te laten zien. Ik heb er echt super veel zin in. Ik weet niet hoeveel ik mag filmen of kan filmen. Het is ook, de training is ook grotendeels intern. Dus ik kan wel een stuk thuis trainen, maar ik ga 2 weken intern trainen. Dus ik weet niet in hoeverre ik mag filmen daar of kan filmen of hoeveel tijd ik heb. En hoeveel dat proces, het proces in de weg gaat staan of niet als ik ga filmen. Want ik moet natuurlijk voor mijn hond kiezen, dus dat zou ik altijd doen. Mijn hond gaat boven filmen, dat is nou eenmaal hoe het is. Dus ik heb geen idee hoe lang deze video gaat zijn. Misschien is het een video die gesplitst wordt in 2 video's omdat ik zoveel materiaal heb. Ik heb geen idee. Jullie gaan het allemaal zien. Jullie zien het waarschijnlijk in de video. Jullie weten dit nu al. Of tenminste in de titel van de video. En jullie weten dit al, terwijl ik dat nog niet weet. En oh, ik ben gewoon zo heel erg blij. Ik ben zo blij. Nou, ik zal jullie nu nog even vertellen wat ik tot nu toe weet over mijn hond. Ja, op het moment dat ik dit gehoor. Ja, ik heb dit dus vanochtend gehoord. En oh, oké. De hond die tot nu toe aan mij is toegewezen heet, of tenminste waarvan ze denken dat het een match zou kunnen zijn, is Fender. Het is een mannetje. Hij is zwart. Het is een kruising tussen een Labrador en een Golden Retriever. En hij is iets meer dan 2 jaar oud. Hij was jarig in mei. Toen is hij 2 geworden. En ja, oh, ik ben gewoon zo ontzettend blij. Ik werd dus vanochtend gebeld en het is nu een paar uur later. Want ik heb eerst gewoon allemaal vriendinnen en vrienden en zo gebeld en geappt. En nu ben ik, ja, dacht ik dus dat ik rustig genoeg was om dit op te nemen. Maar ik ben nog steeds super druk. Maar maakt allemaal niet uit. Ik ga jullie meenemen in dit proces. En jullie zien mij waarschijnlijk in de auto onderweg naar KNGF. Ja, als ik Fender ga ontmoeten. Jeetje, dit vind ik echt zo gek. Dat had ik gisteren helemaal niet kunnen bedenken. Nou, in ieder geval tot in de auto. Hoi, nou ik zit nu in de auto. Het is 29 juli en we zijn onderweg naar het KNGF. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben echt super benieuwd. En ja, als we zo aankomen bij het KNGF gaan we vragen naar de trainer van Fender. En ja, daar hebben we een afspraak mee. Zij gaat ons ook wat dingen over Fender vertellen. En daarna ga ik Fender zien. Ja, dat vind ik echt super. Dat vind ik echt heel erg leuk. En daarna gaan we als het goed is ook nog een stukje in tuig lopen en kijken hoe dat gaat. En ja, ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk te filmen. Of ik ga in ieder geval aan mijn ouders of aan mijn zusje vragen of ze wat kunnen filmen. Dus ja, dat krijgen jullie als het goed is nu te zien. Nou, hier zie je mij en Fender voor de allereerste keer samen in tuig. Je ziet ons in de verte. Het is van een afstandje gefilmd. Je ziet ook mijn instructrice. Fender verdwijnt af en toe achter een geparkeerde auto. Je ziet ook een lantaarnpaal en huizen. En dit is de allereerste keer dat we samen lopen in tuig. Nou, we zijn net weer terug. We hebben net even met tuig geoefend. En het ging heel goed. Ja, vriend. En ja, dit is Fender. Nou, hoi. Ik ben weer thuis. Ik ben terug van het KNGF. En dit is ongeveer poging 3 om dit stuk op te nemen. Want elke keer kwam er iemand binnen of kwam er geluid. Dus ik hoop dat dit nu wel goed gaat. Maar ja, ik ben dus terug en het ging echt super goed. En ik vond het heel erg leuk. Ik vond het echt super fijn. Ja, en ik ga een beetje vertellen aan jullie hoe het gegaan is.
Want ik heb minder kunnen filmen dan dat ik gehoopt had. En ik ga zo ook uitleggen waarom. Maar ja, ik wilde toch alles met jullie delen en alles vastleggen. Dus vandaar dat ik hier sta en jullie staan nu gezellig in mijn kast. Nou ja, toen we aankwamen op het KNGF, kwam de trainster van Vender gelijk eigenlijk aanlopen met Vender. Dus vandaar dat dat ook niet gefilmd is, de ontmoeting. Want op dat moment heb ik haar nog niet om toestemming. Had ik haar nog niet om toestemming kunnen vragen of ze op beeld wilde. Dus ja, vandaar dat dat niet op beeld staat en dat jullie dat niet hebben kunnen zien. Maar ja, hij kwam aan en we gingen eigenlijk gelijk knuffelen. En hij ging rondlopen en ook snuffelen en kijken van, hey, wat is dit allemaal? Ik ken jullie helemaal niet. Wat doen jullie hier? En hij ging ook rondlopen en hij kwam ook nog niet zo vaak in die ruimte waar wij zaten, vertelde de trainster. Dus ja, dat was ook een beetje nieuw. Maar op een gegeven moment was hij eigenlijk vrij snel alweer gewoon rustig. Hij ging knuffelen, hij ging af en toe met zijn kop op mijn knie liggen, zeg maar. En op een gegeven moment ging hij gewoon half onder, half naast mijn stoel liggen. Zo van, ik vind het wel best dat jullie allemaal aan het praten zijn over mij. Allemaal helemaal prima, maar ik lig hier gewoon goed. Dus ja, dat was eigenlijk wat hij een beetje deed. En dat was heel erg leuk. En de trainster heeft wat over Vender verteld. Ze omschreef hem eigenlijk gewoon als een grote vriendelijke reus. En dat was hij eigenlijk ook wel, want hij ging op een gegeven moment gewoon liggen van, ja, ik vind het wel goed. En ja, hij was gewoon heel rustig. En ze legde ook uit van, hij vindt het echt heel leuk om te werken en om te helpen. En ja, ze legde ook bijvoorbeeld uit dat hij heel erg links georiënteerd is. Dat is heel grappig. Ik wist wel dat veel honden liever links liepen, maar heeft dat dus wel extreem. Dus hij vindt het heel fijn om aan de linkerkant van de stoep te lopen. Nou ja, dat soort dingen heeft ze uitgelegd. En toen hebben we ook de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen. En daarna gingen we met het busje, trainingsbusje van het KNGF weg. En gingen we verderop een stukje met het tuig lopen en even oefenen. Ik ging oefenen met Vender en we gingen gewoon kijken, past het looptempo en hoe gaat het? En ook voor mij bijvoorbeeld, hou ik bijvoorbeeld te veel afstand van hem of juist te weinig? Of probeer ik te veel te sturen of wat dan ook? Nou ja, de trainster gaf gewoon aan dat het goed ging. Dus ik keek ook naar Vender's houding en zag dat hij er best wel ontspannen bij stond. Dat hij gewoon rustig meeliep. En hij kwispelde ook tussendoor en ja, hij leek gewoon ontspannen. En ze zei ook dat ik de beugel al goed vasthield en dat ik goed de juiste afstand hield. Of eigenlijk dus zo min mogelijk afstand hield van Vender, wat dus goed is. Want hoe dichter je bij de hond bent, hoe minder grote kans is dat je ergens tegenaan kan botsen. Wat natuurlijk precies is wat we willen. We willen niet ergens tegenaan botsen. Dus nou ja, dat ging allemaal goed. Daarna zijn we teruggegaan naar het KNGF. En heb ik het gebouw nog een beetje beter gezien. Ik heb gezien waar ik tijdens de schoolinstructie kan slapen. Want ik krijg een eigen kamer. Die ga ik jullie zo ook nog wel laten zien ergens in deze video. En het veldje waar ze uitgelaten worden heb ik gezien en alles. Dus ja, ik heb het gebouw een beetje gezien. En de kantine en de woonkamer en alles. Dus dat is hartstikke leuk. En ja, toen was het eigenlijk alweer tijd na nog wat vragen en gezellig te hebben gepraat om naar huis te gaan. En nu sta ik hier, blij tegen een camera te praten. En ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. En ja, dat riep ik volgens mij daar ook de hele tijd. Maar het was ook gewoon heel erg fijn. En ja, dit is een beetje hoe het ging. Het volgende shot zal waarschijnlijk zijn als ik onderweg ben naar de schoolinstructie. Of als ik nog andere informatie heb van KNGF die ik met jullie wil delen. Dus tot dan. Hoi, nou het is nu maandag 1 augustus. En ik heb het KNGF vanochtend gebeld om officieel te bevestigen dat ik doorga met Vender. Vrijdag werd er bij mij aangegeven dat ik nog het weekend had om erover na te denken. Dat ik nog eventueel kon zeggen van nou nee, ik wil het liever niet. We passen toch niet bij elkaar. En dat ik dan maandag, dus vandaag, terug kon bellen om aan te geven of ik wel met Vender door wil gaan of niet. Dus ik heb vanochtend officieel bevestigd dat ik ga werken met Vender. Dus ja, dat wilde ik jullie even laten weten. Yay! Dat is echt superleuk. Ik heb net gebeld. En ik krijg gewoon een geleidehond. Ik vind het nog steeds echt, ja, helemaal leuk. Hoi, goedemorgen. Het is vandaag maandag 15 augustus. En ik ga zo naar het KNGF. Het is nu iets over 7. En
ja, ik moet alleen maar mijn spullen in de auto doen en dan kunnen we gaan. Nou, het is 7:30 en we zitten nu in de auto. Nou jongens, we zijn er. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ik probeer het in beeld te brengen, maar misschien zie je nu alleen bomen of een stuk auto. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, als het goed is, zien jullie nu het terrein van KNGF. We zijn er bijna. Yay! Hoi, nou, ik ben nu even op mijn kamer. Het is nu... Oh, wat is het? Ik weet niet eens hoe laat het is. Ik denk 11 uur. Ik was rond 9:15 kwamen we aan op het KNGF. We hadden eigenlijk afgesproken om 9:30. Maar er stond geen file, dus toen waren we er 3 kwartier te vroeg. En nou, toen heb ik alle andere mensen ontmoet waarmee we... ja, de instructeurs heb ik ontmoet en de andere geleidehonden. Ja, de toekomstige geleidehonden-eigenaren, zeg maar. We zijn met z'n vieren. En nu krijgt iedereen een rondleiding. Ik heb net mijn kamer gezien. En nu gaat mijn instructrice de kamer van iemand anders laten zien. Aan iemand anders. Want we hebben 2 instructeurs, zeg maar. En 4 geleidehonden-eigenaren. Dus dat gaat om en om. Dus nu wordt de kamer van iemand anders uitgelegd. En ben ik nu even op mijn kamer. Ik heb mijn kamer net gezien. Helemaal uitgelegd gekregen hoe alles zit, waar de knoppen zitten, hoe alles ingedeeld staat, ingericht staat, dat soort dingen. Dus nu ben ik even hier en straks krijg ik een rondleiding door het gebouw, hoe ik vanaf hier naar de kantine moet komen, naar de woonkamer, in de gang, hoe ik alle andere kamers en alles herken. Er zitten sowieso allemaal herkenningspunten binnen. Je hebt een reling en er zit ook braille op, dus ik heb kamer G, dus... ja, er zit ook een braille G op de leuning. En als je dan dus naar de overkant gaat, zit er ook een grote relief zwart schrift G naast de deur. En iedere kamer heeft ook een andere deurklink. Dus dan kun je dat ook nog herkennen. Dus de kans dat ik per ongeluk iemand anders kamer binnenloop, is niet zo heel groot. Dus dat is heel fijn. Daar hebben ze zo over nagedacht. En de indeling van elke kamer is hetzelfde. En het is gewoon... Dus ik ga jullie zo wel even de kamer laten zien, maar nu niet. Want ik heb echt geen idee wanneer de instructrice terugkomt. Zo, ik kan niet eens normaal weer praten. En anders dan ben ik mooi midden in mijn rondleiding. En komt ze een keer, hoi Kim, ik kom je ophalen. En dan denk ik, haha, leuk. Dus ik ga deze week nog wel proberen om een keer de kamer te laten zien. Maar ik weet niet of dat vandaag gaat lukken. Wat nu de planning is dat we rond 11:30, 11:45 de honden gaan ophalen. En... We krijgen dan even tijd op onze kamer met de honden om gewoon 1-op-1 zeg maar kennis te maken. Daarna gaan we om 12:00 lunchen en dan gaan we 's middags naar de speelveld. Gaan we in ieder geval loslopen en dat is tot nu toe het plan. 6:30 eten en 's avonds vrij. We hebben nog geen theorie. We hebben de andere dagen wel theorie. We hebben 3 dagen theorie in de avond, maar nu niet. Sorry, ik ben ook een beetje afgeleid door de lawaai op de gang. Maar ja, dat is hoe het er tot nu toe voor staat. Ik ga nu even een beetje mijn spullen neerzetten. En ja, wachten op de instructrice zodat ik een rondleiding krijg door het gebouw. En daarna ga ik Fender weer zien. Ik heb hem echt gemist. Het is 2,5 week geleden en ik vind het echt heel erg leuk om hem te zien. Ik heb ook de enige zwarte hond van de groep. Dus dat vind ik wel fijn aangezien ik nog verschil qua kleuren kan zien. Zal ik hem wel gelijk herkennen, want de rest is allemaal... blond en er was ook een bruin-rood-achtig. Dus misschien wordt dat nog wel ingewikkeld. Maar in ieder geval de 2 blonde labradors die ga ik wel kunnen zien in ieder geval het licht. Dus dat, ja, dat is heel fijn. Kan ik Fender ook gelijk zien aankomen. Dus dat is ook leuk. Niet dat ik denk, ben jij nou Fender of jij? Maar ja, dus ik ga hem zo zien. En dan ga ik nu even mijn spullen opruimen. En dan zien jullie me zo weer. Hoi, het is nu avond. Ik denk dat het... 7:30 is ongeveer, ik weet het niet precies, maar ik denk zoiets. En het was een hele leuke dag. En ik ga jullie nu een beetje vertellen wat ik heb gedaan. Ik zal deze week ook wel proberen om iets buiten mijn kamer te filmen. Maar vandaag was het gewoon zoveel nieuwe dingen. En ja, gewoon heel veel nieuw natuurlijk. Dus ik had er ook niet echt tijd voor of energie. Mijn energie is nu ook wel echt op. En dat geldt voor iedereen. Iedereen is naar zijn kamer. En vanavond... Net kwam de bewakingsdienst, die kan niet eens meer praten, die s'avonds op het terrein is, nog even langs. En die vroeg ook, ja, willen jullie nog wat drinken s'avonds? Moeten we om 8:00 terugkomen? Maar we zaten allemaal zo van, nou, niet per se. We zijn best wel moe allemaal.
ja, sowieso bijna iedereen van ons is al niet de persoon die het laatst opblijft, zeg maar, normaal 's avonds. Maar nu zijn we echt allemaal heel moe. En dat gaat denk ik wel eens wel blijven, want het is gewoon best wel intensief. Maar goed, ik ben nu bij het einde van de dag en ik wilde eigenlijk vertellen wat ik vandaag heb gedaan. Nou, sinds de laatste update. Wanneer heb ik kort laatst gefilmd? Ik heb mijn kamer gezien. Heb ik een rondleiding gekregen. En daarna heb ik het gebouw gezien. Dus de rondleiding door het gebouw gekregen. Waar de kantine zit, waar de woonkamer. Hoe je de dingen kan herkennen. Ja, want er zitten allerlei steunpunten of herkenningspunten bij de kamers. En zo gold dat ook voor de deurklinken naar andere ruimtes. Dus dat hebben ze allemaal laten zien. Daarna kwamen de honden bij ons op de kamer, gewoon individueel. Dus Vender kwam bij mij op de kamer en ging eerst even rondkijken van, hé, wat is dit? Hé, mijn eten staat hier ook. Ik zal eens kijken of ik dat kan laten zien. Ik weet niet of die nu in beeld is, maar in ieder geval zijn voerton staat er ook. Dus die... toen dacht hij echt van, hé, dat is leuk. Zit maar eten in. En dan ging ik rondkijken van, oh, hier zitten allemaal spullen. Wat leuk, ik ben er nog nooit geweest. Oh, de deur staat open, dat is buiten, dat is ook leuk. Hij kon er niet uit hoor, het is een schuifdeur en die kan je ook op slot doen en zo. Dus er was maar een stukje open. Maar toch dacht hij van, hé, leuk. En op een gegeven moment ging hij soort van op me zitten half. Dacht hij, hé, ik vind jou ook wel lief. Nou ja, dus we hebben toen kennis gemaakt. Opnieuw, soort van weer aan elkaar gewend, want dat is 2 weken geleden. 2,5 weken geleden dat ik hem gezien had. Dus ja, nou, daarna hebben we gewoon geluncht. Dat was gewoon helemaal prima. Daarna... ik moet even goed nadenken. Is het tuig... ik denk dat we toen het tuig hebben uitgelegd gekregen en de riem. Dat zal ik jullie deze week ook nog wel laten zien. Of in ieder geval, als dat niet gebeurt, dan in een andere video. Hoe die om moet. Hoe je... want je beugel en de tuig kunnen weer los van elkaar. Het beugel en het harnas. De riem die op verschillende standen kwam. Daarna hebben we dus geoefend op Kees, de hond. Dat was eigenlijk gewoon een mega nep hond, zeg maar, knuffel, om te doen. Het tuig, want je kan niet echt 30 keer het tuig op aan en uit doen op een echt hond, want die heeft op een gegeven moment geen zin meer in. Dat hebben we toen geoefend. En daarna hebben we appelcommando's geoefend met de honden. Die zijn toen weer uit de kennels gehaald en we hebben geoefend. Dus appelcommando's zijn commando's uit tuig die ook mensen die... niet mij zijn, mogen geven, zeg maar. Dus ook mijn ouders zouden die commando's mogen geven. En dat zijn dan zit, af, sta, kijk eens, blijf, hier, vrij, dat soort woorden. En naast, heb ik naast gezegd? Sorry, dit is een hele warrige video. Maar in ieder geval, die appelcommando's hebben we geoefend. En dat gingen we ook doen met koekjes en daarna met stembeloningen en dingen. Dus heel veel appel geoefend en dat gaan we ook elke dag doen. Dat helpt ook gewoon qua stukje bonding natuurlijk en ook een stuk controle. Want geleide commando's in tuig kun je niet controleren of een hond het goed doet. Want het punt van geleide hond is dat hij dus dingen doet die jij niet kan controleren. Zoals... om obstakels heen gaan. Maar als jij niet ziet dat hij om een obstakel heen gaat, kun je dat zo ook niet controleren of hij dat wel of niet goed doet. En appelcommando's kun je altijd controleren. Als ik zeg zit en hij zit, dan kan ik controleren dat hij zit. En daardoor zijn appelcommando's ook een stuk controle. Om te controleren of hij nog goed naar je luistert. Dus daarom is het ook gewoon belangrijk dat ze herhaald worden. En het zijn hele nuttige commando's. Naast is bijvoorbeeld heel handig als je tuigen omdoet. En als jij wil gaan lopen, dan moet hij gewoon naast jou staan, zeg maar. Nou, dat hebben we geoefend. Daarna hebben we het uitlaatrondje geoefend. Want vanaf morgen komen de honden bij ons op de kamer. En gaan we ze ook uitlaten en eten ze ook hier en zo. Dus we hebben het uitlaatrondje alvast een keer geoefend. Dat loopt vanaf de kamer, loopt er een geleidelijn naar het grasveld. En we gaan vanaf daar kan je gewoon het grasveld omlopen. Dus dat hebben we ook geoefend. En daarna zijn we nog naar het speelveldje gegaan. Hebben we vooral geoefend met vrij en blijf en hier. Als commando's en hebben we geoefend met ook met het fluitje, want er is ook een fluitje en je kan hier roepen en nou, dat hebben we ook allemaal geoefend. En toen was het alweer 4:30 of zo, toen hebben we nog even gepraat, nagepraat hoe de dag was. En toen hadden we even tijd voor onszelf en om 5:30 gingen we eten. En het eten was echt heel erg lekker. We hadden meloen met aardbeien als voorgerecht, nou de rest had ham met
ham met meloen, maar ik ben vegetariër, dus ik had meloen en aardbeien. Daarna hadden we een nasi met ei en komkommer en er was kroephoek en lumpia en dingen. Het was echt helemaal geweldig. En we hadden als toetje gebakken banaan met vanilleijs en honing eroverheen. Het was echt helemaal leuk. Dus als jij nog aan het twijfelen bent, wil ik de thuistraining of wil ik de training op het KGS? Dan op zich, je krijgt hier wel echt heel goed eten. Dus nou ja, als dat de komende 2 weken zo blijft, heb ik daar geen bezwaar tegen, zeg maar. Nou ja, dat ging heel erg goed. Het was heel erg gezellig en het eten was heel erg lekker. En nu ben ik weer terug op mijn kamer. Ik ga nog even wat lezen, denk ik, of een podcast luisteren. En dan vind ik het wel goed. Dat is echt bizar, het is 7:30. Nou ja, morgen hebben we om 7:30 ochtends weer ontbijt. Of weer ontbijt, hebben we ontbijt. Dus ja, en daarna hebben we 1 uur appeltraining en daarna gaan we in tuig lopen. Maar ik zal je morgen nog wel een update geven over hoe het gaat. En ik zal kijken of ik buiten de kamer iets kan filmen en of ik de kamer aan jullie kan laten zien. En misschien ook het veld. Dus ja, maar nu ga ik slapen, want ik kraam nu alleen nog maar onzin uit. Ja, welterusten en tot de volgende update. Hoi, het is de volgende dag. Het is nu dinsdag. En het is al bijna 5 uur. Dus ik ga je nu een beetje vertellen wat er vandaag allemaal gebeurd is. Nou, vanochtend hadden we om 7:30 ontbijt. Sowieso, het was super warm, dus we hebben niet heel veel geslapen, alle 4 niet. Nou, toen hadden we om 7:30 ontbijt. Daarna om 8 uur kwamen de honden op de kamer. Je hoort Vender nu op de achtergrond. Kwamen de honden op de kamer weer even kennis maken en even hoi, want ze hadden vannacht nog in de kennels geslapen. Daarna hebben we even appel geoefend. Sorry, ik moet even nadenken. Hebben appel geoefend buiten. En even het uitlaatrondje geoefend buiten. En Vender, je eten is op, vriend. Nou, hebben we het uitlaatrondje gedaan en appel geoefend. Daarna zijn we met een trainingsbusje naar Amsterdam gegaan. En hebben we een ochtendje daar gelopen. We gingen om en om, want we hebben dan eigenlijk 2... Nou, we hebben 3 instructeurs, maar 1 is in opleiding. Dus 2 instructeurs die gewoon alleen instructie mogen geven. Dus we gingen om de beurt. Dus de helft zat in de busjes en de andere helft ging trainen. En daarna werd het omgedraaid. Nou, dat hebben we 's middags ook weer gedaan. Dus we zijn teruggekomen naar het KGF. Toen hebben we gegeten, gewoon geluncht. En toen zijn we weer verder gegaan in Amsterdam. Vender was toen wel een beetje moe. Dus aan het begin was hij een beetje langzaam. En toen we teruggingen naar de bus was hij heel snel. Hé, vriend. Ja, dus, maar dat was normaal. Dat zei de instructeur ook. Van, ja, hij is gewoon moe. En het is allemaal best wel vermoeiend. Wat doe je? Ja, het is best wel vermoeiend. Ook omdat hij allemaal nieuwe indrukken krijgt. Hij is bij mij op de kamer. Allemaal nieuwe mensen. Andere honden. Dat is best wel vermoeiend. Dus hij was gewoon moe. Nou, daarna hebben we de hond even op de kamer gelaten. En hebben we zelf nog wat theorie gehad. We hebben een tas met allemaal spullen. Wat speeltjes. Dingen voor op het tuig. Extra signalen. Extra dingen van, oh, je mag niet aaien. Zeg maar dat soort seinen. En hoe je dat dan om moet doen. En gewoon de hele tas is uitgelegd. Er zitten ook borstels in voor de vacht. Vender heeft dan weer een extra borstel. Omdat hij, hè? Dikkere vacht heeft, hè, vriend? Ja. Dus dat is dan uitgelegd. Daarna hebben we het over vanavond gehad. We hebben nog even voor onszelf. Om 5:30 gaan we eten. Ik hoop dat ik kan filmen bij het eten, maar ik weet het niet zeker. Dus ik zal het even vragen. Ik heb gisteren wel verteld over Anders bekeken. En ze vonden het in ieder geval allemaal heel erg leuk. Maar ik ga eens kijken hoe handig het uitkomt. Want iedereen neemt zijn hond mee naar het eten. Tijdens de lunch zijn er al 2 andere honden mee geweest. En bij het ontbijt gaan er ook telkens 2, omdat er dan ook personeel is. En anders is het wel heel druk. Maar 's avonds zijn wij de enige. Samen met degene die kookt. Die echt super goed voor het eten zorgt. Als je dit ziet, echt super bedankt. Dan kunnen we dus wel met z'n 4 en 4 honden. Dus ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Want je moet eten en je moet de hele tijd blijven zitten. In je mand, weet je wel. Ik ga mijn best doen om iets te filmen. Maar ik weet niet of het lukt. Daarna hebben we van 7 tot 9 cursus. Dus gewoon theorie over communicatie met honden en gedrag. Dus dat is leuk. En daarna gaan we nog uitlaten. En dan blijven ze op de kamer. Ik zal even laten zien. Hier staat Vender's
mand. Ik hoop dat je hem kan zien. Dus daar gaat hij dan slapen. En kijken hoe dat gaat. De eerste nacht. Ja, kijk. Ik zal nog kijken of ik verder kan filmen. Mijn vriend, hij is moe, hè? Je moet de andere kant op kijken. Dat is de deur. Ja. En nou, we hebben net ook nog even gespeeld. Ik heb ook nog eten gegeven. Natuurlijk, dat heb ik ook geleerd hoe dat moet. Want je moet het afwegen. En hij moet eerst weer zitten. En dan, als het in de bak zit en het staat klaar, dan mag hij pas eten. Dus nou, dat hebben we allemaal uitgelegd gekregen. Dus dat ga ik morgenochtend ook zelf doen en zo. Dus dat is heel erg leuk. En ja, toen dat werd uitgelegd bij anderen, heb ik nog even met hem gespeeld. We hebben ook allemaal speeltjes gekregen. Sommige blijven hier en kunnen we hier gebruiken gewoon om te testen van wat vinden ze leuk. Zodat je zelf later kan kiezen van wat schaf ik aan en wat niet. En sommige spullen gaan ook mee naar huis. Dus dat is leuk. Hij vond zijn touw in ieder geval heel erg leuk. Dus dat is fijn, die blijft wel hier. Maar we hebben er thuis ook één, dus dat wordt leuk. Vriend, ja, echt helemaal uitgestrekt op de grond. Nou, ik zie jullie zo nog wel of vanavond op de kamer of in de kantine. Maar nou, in ieder geval tot zo. Hoi, het is nu, ik denk 9:30 of zo. Ik heb niet kunnen filmen bij het eten, omdat er ook nog wat andere instructeurs waren die vanavond theorie gingen geven. We hebben net theorie gehad en we hebben de honden nog even uitgelaten. En ja, dat was heel erg leuk, maar daardoor heb ik niet echt kunnen filmen, want ja, er zaten ook andere mensen bij en ik dacht, nou laat maar even, het is goed zo. Dus ja, we hebben net de honden uitgelaten. Hé, Vinder, we staan nu in de hal. Hé? Ja, dat is de telefoon. Ja. En nou, ik ga zo nog even douchen en daarna ga ik slapen. En ik wilde bij deze ook de vlog afsluiten. Dat je denkt, hey, stop, gaan we nu geen informatie meer krijgen over Vinder? Is dit het? Nee, ik ga er denk ik gewoon een vlog van maken die uit meerdere delen bestaat. Want ik ben op dit moment nog niet begonnen met editen, maar ik gooi alles wel alvast in iMovie. En er staan nu al meer dan 27 minuten. Daar gaat dus nog wat vanaf, want ja, er gaan nog stukken uit en zo. Maar om er nou één vlog van te maken, terwijl ik nog meer dan een week, sowieso ja, bijna 2 weken nog hier ben en daarna nog een week thuis training. Dat vond ik toch wel erg enthousiast, anders hebben jullie een vlog van 1,5 uur. Dus ik denk dat het 2 of zelfs 3 delen gaan worden. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video.